In deze video bespreken we de onvolledige vierkantsvergelijking waarbij zowel b als c gelijk zijn aan 0. Bijvoorbeeld 3x² is gelijk aan 0. En we kunnen dat eigenlijk schrijven als 3x² plus 0x plus 0 is gelijk aan 0. Dus in deze vierkantsvergelijking is a gelijk aan 3, b gelijk aan 0 en c ook gelijk aan 0. Dat is eigenlijk een zeer eenvoudige vergelijking om op te lossen. Want in de eerste stap gaan we 3 naar het rechterlid brengen. Dus in feite gaan we beide leden delen door 3. Dan krijgen we x² is gelijk aan 0 gedeeld door 3. 0 gedeeld door 3 is natuurlijk gelijk aan 0. En als x² gelijk is aan 0, dan is x zelf ook gelijk aan 0. Dus de oplossing van deze vierkantsvergelijking, deze onvolledige vierkantsvergelijking, 3x² is 0. De enige oplossing is 0. Dat is dus mijn nulpunt. Dat wil zeggen dat dat de x-coördinaat is van het snijpunt van mijn parabool met de x-as. We hebben eigenlijk hier in de grafiek die er staat, de grafiek getekend van fx is gelijk aan 3x². Fx is 3x². En je ziet dat het snijpunt met de x-as de oorsprong is, dus 0, 0. X-coördinaat van de oorsprong is 0. Dus dat is mijn nulpunt. Het nulpunt is gelijk aan 0. En we hebben nu dat nulpunt berekend door in het functievoorschrift fx te vervangen door 0. Zodanig dat we natuurlijk de vierkantsvergelijking 3x² is gelijk aan 0 krijgen. Dus 0 is de enige oplossing, of de enige wortel, zoals men ook wel eens zegt, van de vierkantsvergelijking. Dus oplossingen van vierkantsvergelijkingen worden ook wel eens wortels genoemd. Aan de rechterkant wordt dezelfde redenering nog eens herhaald, maar dan in symbolen. Dus ax² is gelijk aan 0. Ja, voluit geschreven zouden we kunnen zeggen ax² plus 0x plus 0 is gelijk aan 0. In de eerste stap brengen we a naar het rechterlid. 0 gedeeld door a wordt 0. Zodanig dat we ook als oplossing, als enige oplossing, 0 bekomen. Dus vierkantsvergelijkingen van deze vorm, waarbij b en c gelijk zijn aan 0, die hebben altijd maar één oplossing, namelijk 0. Dus die bijhorende parabolen gaan telkens door de oorsprong.